Hoe kun je een dove laten horen en een blinde laten zien? Dit is de Universiteit van Nederland. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik u een eerlijke vraag stellen? Wie van u kan niet horen? Totaal niet horen? En want anders zou u de vraag waarschijnlijk niet verstaan hebben. Oké, fijn dat u er bent. Ik heb een andere vraag. Wie van u kan absoluut niet zien? Wonderbaarlijk dat we dus gewoon met z'n allen bij elkaar voldoende kunnen horen en goed kunnen zien. Helaas is dat niet voor iedereen is dat het geval. En dan kan je je afvragen van, goh, hoe zou het zijn om dan voor het eerst te kunnen horen? Nou, dat wil ik graag laten zien. Hier is een meisje en haar vader maakt geluid. Je moet opletten wat er gebeurt. Zij was doof. Zij hoort voor het eerst in haar leven, hoort ze een geluid. En ze is bijzonder enthousiast. Ik kan je afvragen van, ja, kan het nou ook met zien? Hoe zou het zijn om voor de eerste keer te zien? Nou, dat is lastig, want, ik heb een voorbeeld voor u. Van iemand die weliswaar vroeger heeft gezien, maar 20 jaar lang blind is geweest. En na 20 jaar, gehandicapt te zijn geweest, voor het eerst weer kan zien. Kijk hoe dat gaat. En dan hebben we... Never mind. Wow. So that's what Yvonne looks like. That the military uses. Hi. Hello. Hey, Mark. Hey. You're pretty. We know. Oh, wow. His glasses. I'm Chris. Oh. Wow. I can take my glasses off here. They don't do me justice. Okay, now you have to look. Best wel een indrukwekkend en ontroerend moment. Deze man ziet dus voor het eerst na 20 jaar ziet hij weer. En hoe kan dat nou? Nou, het antwoord daarop is eigenlijk dat komt door elektriciteit. En hoe kan dat dan door elektriciteit? Wel, we moeten ons realiseren dat het lichaam eigenlijk één grote elektrochemische machine is. Dat betekent dat er dus signalen in ons lichaam worden uitgewisseld op chemische wijze en op elektrische wijze. Op chemische wijze gebeurt dat door middel van hormonen. Die zijn relatief globaal, die werken eigenlijk in op veel delen van het lichaam. Ze zijn ook relatief langzaam. En de elektriciteit zorgt voor de snelle signalering. Het snelle doorgeven van informatie, van zintuigen, van motorische informatie. De elektriciteit kan ook heel specifiek worden toegediend op bepaalde plaatsen daar waar je iets wil teweegbrengen. Je kan dus heel specifiek kan je ook iets pakken door middel van elektrische signalering. Nou, wat je dus eigenlijk kan, mensen die dus bepaalde zintuigen zijn kwijtgeraakt, die kan je dus door middel van elektrische stimulatie, kan je dus weer de sensatie van zicht of van horen kan je geven. Nou, het behandelen met elektriciteit voor aandoeningen, dat zou je elektronische medicijnen kunnen noemen. En dat noemen wij elektroceutica. Hoe werkt bijvoorbeeld het oor? Bij het oor is het, als het geluid de oorschelp raakt, gaat het via de gehoorgang gaat het naar binnen toe. En daar raakt het trommelvlies. Het trommelvlies brengt de trilling over via 3 minuscule beentjes, botjes, brengt die over naar het zogenaamde ovale venster. Het ovale venster dat de toegang is tot het slakkenhuis. Dus u ziet daar zeg maar, het slakkenhuis, duidelijk kenbaar door zijn vorm. En als we het slakkenhuis uitrollen, dan kunnen we zien wat daar gebeurt. Daar bevinden zich een aantal gangen in. En het trillen van dat membraan, van dat ovale venster, brengt de vloeistof in het slakkenhuis in beweging. En daardoor zal als gevolg daarvan zal op bepaalde plaatsen in het slakkenhuis zullen trilhaarcellen gaan heen en weer wuiven. En die trilhaarcellen die genereren dan elektrische lading. En dat is elektriciteit die dan uiteindelijk via de gehoorzenuw naar de gehoorschors in onze hersenen komt. En daar worden wij het geluid worden we waar. Op het moment dat je last hebt van gehoorverlies, bijvoorbeeld mild gehoorverlies, in principe bij u is dat het geval dat u nog wel voldoende restgehoor heeft. Wat kan je dan doen? Nou, het meest voorkomende is dat mensen een hand achter een oor leggen. Daarmee vergroten ze in feite het oppervlak waarmee je hoort. En dat geluid gaat dan in je oor en daardoor hoor je een sterker geluid. Bij niet al te zwaar gehoorverlies kan je bijvoorbeeld een hoorapparaat kan je dragen. Maar wat gebeurt er nou op het moment dat het gehoorverlies nagenoeg totaal is? Dat je eigenlijk helemaal niets meer hoort. Wat is er dan aan de hand? Nou, wat er dan aan de hand is dat in het slakkenhuis, daar waar zeg maar, die vloeistof moet gaan stromen en bewegen en die trilharen in beweging moet zetten, dat die trilharen dat niet doen of de vloeistof die is niet in voldoende mate aanwezig.
Dus die haren die worden niet gestimuleerd, die wuiven niet heen en weer. En daardoor wordt er dus geen elektriciteit opgewekt en komt het dus niet bij de gehoorschors terecht. Ja, wat moet je dan doen? Ja, dan moet je eigenlijk op de plaats waar het dus de elektriciteit niet ontstaat, moet je elektriciteit gaan aanbieden. En binnen het slakkenhuis kan dat eigenlijk het beste. Want daar zijn alle toonhoogten zijn netjes gerangschikt als de toetsen op een piano. En als je dus elektrisch daar gaat stimuleren, neem je eigenlijk de functie van het slakkenhuis zelf over. En ook van het middenoor. En dan kan je dus mensen de sensatie van horen teruggeven. En we noemen dat een bionisch oor. Een cochleair implantaat. Een cochleair implantaat is dus eigenlijk een apparaat wat dus geluid omzet in elektrische pulsen die dus aan het slakkenhuis kan worden aangeboden, waardoor de sensatie van horen weer ontstaat. Hier zien we een cochleair implantaat, of eigenlijk zien we er twee. We zien een dochtertje zien we hier met een echt cochleair implantaat. En uit solidariteit heeft de vader een tattoo van een cochleair implantaat op zijn kale schedeldak gezet. Om te laten zien dat zij echt niet de enige is. En hoe werkt dat nou? Hoe werkt een cochleair implantaat? Wel, het geluid komt via een microfoon komt het binnen. De microfoon bevindt zich op de achterzijde van het uitwendige deel van het cochleair implantaat. En het gaat dan naar een zogenaamde spraakbewerker. Die filtert het geluid, die past het aan. En die zendt het dan terug naar een spoel. Dat is het gedeelte wat aan de buitenkant op het hoofd zit geplakt, zeg maar. En die spoel die draagt het door de huid heen over de informatie. En dat is dan de informatie over de toonhoogte naar een inwendig deel. En dat inwendige deel, dat is, bevat een ontvanger. En die ontvanger die zet dan die geluidsinformatie om in elektrische pulsen die dan worden aangeboden aan een zogenaamde elektrode-array die contact maakt, elektrisch contact maakt met het slakkenhuis. Nou, en die spraakbewerker en die stimulator die wordt gemaakt door middel van microchips. Dat is dus microelektronica aan het werken. Dit is een voorbeeld van een zogenaamde neurostimulator die we dus zouden kunnen gebruiken in een cochleair implantaat. Het is een chip en in zo'n omvang is die ongeveer 2 bij 2,5 millimeter. Dat is dus bijzonder klein en er gebeurt ontzettend veel functionaliteit op die chip. En die functionaliteit wordt gemaakt doordat er heel veel verschillende structuurtjes worden gemaakt die allemaal elektrische activiteit vertonen. En het zijn echt heel veel structuurtjes, want op zo'n chip zijn we in principe in staat om de plattegrond van de hele aarde tot op 10 meter nauwkeurigheid af te beelden. En dat heb je nodig om dus spraak te analyseren, om storingen weg te halen en om elektrisch te kunnen stimuleren. Het is natuurlijk, we kunnen natuurlijk nooit exact weten hoe iemand met een cochleair implantaat hoe die precies hoort. Want de hersenen die leren natuurlijk ook het een en ander over het geluid dat hen wordt aangeboden. Maar wat we dus kunnen doen, we kunnen het geluid zoals het wordt aangeboden aan het slakkenhuis, kunnen we terugrekenen naar hoorbaar geluid. Zodat wij, goedhorenden, dat die toch kunnen beleven zeg maar, hoe iemand het geluid waarneemt die een drager is van een cochleair implantaat. Oké. Okay. What kind of bait do you use to catch salmon? Dus dit is het geluid dat iemand van een modern cochleair implantaat eigenlijk hoort. En ja, de hersenen moeten daar flink hun werk van maken om dat goed verstaanbaar te maken. De zin waar het om ging, die kan ik ook laten horen. De originele zin, die klinkt zo. What kind of bait do you use to catch salmon? En dat is Engels voor wat voor aas gebruik je om zalm te vangen. Okay? Dus er is nogal een verschil zeg maar, tussen zeg maar, ja, met name de intonatie die je waarneemt en de melodiciteit van het geluid zoals het wordt aangeboden via cochleair implantaat. Nou, en hoe zit dat dan met muziek? Nou, ik ga nu een fragment laten horen van muziek dat bewerkt is door een cochleair implantaat. En daarna weer teruggerekend zich zeg maar, naar de manier hoe we denken dat iemand met een cochleair implantaat dit hoort. Ja, probeert u zich te concentreren op het geluid. Hè? Het heeft wel iets weg van marsmuziek. Hè? Zo. Ta, 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 ta. Hoort je het? Ta, ta. Maar hoe klinkt het in werkelijkheid? Heel anders. En u kunt zich voorstellen dat iemand die een cochleair implantaat draagt, dat hij over het algemeen niet echt heel erg goed van muziek kan genieten. Nou, dat is mij als technisch wetenschapper een doorn in het oog. De reden daarvoor is dat een cochleair implantaat heeft maar 16 of 22 elektroden. En goedhorende mensen kunnen over het algemeen meer dan 1000 verschillende toonhoogten goed horen. We krijgen momenteel, vandaag de dag met de stand van de techniek, het nog niet voor elkaar om meerdere elektronen zeg maar, in het slakkenhuis samen te brengen. Om daarmee dus goed contact te maken met die gehoorzenuw. Nou, kan dat nou ook eigenlijk voor het zien? Want we hadden het ook over het oog.
maken. Nou ja, op het moment dat iemand niet goed kan zien, nou, dat kan zijn dat er een probleem is met het optische gedeelte van het oog. Bijvoorbeeld, ik zie niet helemaal scherp, daarom draag ik een bril. Soms hebben mensen een operatie nodig, bijvoorbeeld een staaroperatie wanneer de lens troebel is. Maar op het moment dat het probleem zich voordoet in het netvlies, ja, dan kan je dat niet door middel van optische middelen kan je dat proberen op te lappen. Dan moet je eigenlijk proberen de functie van het netvlies over te nemen. En u raadt het al, dan kan je dat dus elektrisch stimuleren, netvlies, contact maken met die oogzenuw. En dan spreken we over zogenaamd retinaal implantaat, een bionisch oog. Oké, nou hoe werkt dat nou, zo'n bionisch oog? Nou, in principe heb je de bril niet meer nodig, maar het draagt wel comfortabel. Dus hier zien we een voorbeeld. Voor op de bril is een camera gemonteerd en die neemt gewoon het beeld waar. En eigenlijk de camera die doet de omzetting van beeld in een elektrisch signaal. En vervolgens gaat het elektrische signaal naar een beeldbewerker. En die wordt meestal aan de broekriem wordt die gedragen, want dat is een kastje waar best wel veel in moet gebeuren, een minicomputer. En dan gaat het signaal terug naar, naar de buitenkant van het retinaal implantaat. En dan gaat het door de huid heen naar de oogbol. En in de oogbol bevindt zich dan een ontvanger. En die ontvanger zet de primaire beeldinformatie, de belangrijkste informatie in het beeld om in een signaal. Dat wordt geleverd aan de elektroden. En de elektroden maken contact met het netvlies en dragen daarmee via het netvlies het signaal over aan de optische zenuw en daarmee aan de hersenen. En daarmee kunnen we dus bijvoorbeeld contouren kunnen we waarnemen. En zo kan deze meneer dan door een deur heen lopen omdat hij contour van die deur duidelijk heeft gezien. De kwaliteit is natuurlijk niet fantastisch. Want ik zei net al, het is heel moeilijk om elektroden te maken en met name heel veel elektroden te maken. En ja, in ons oog hebben we ontzettend veel pixels. Denk bijvoorbeeld aan de camera op uw smartphone, die zou wel misschien wel 10 miljoen pixels kunnen hebben. Ja, en hier de huidige stand van de techniek is dat een retinaal implantaat dat die maar 100 pixels heeft. Dat is dus 0,0001 megapixel. Dus de kwaliteit is niet bijzonder groot, maar het is wel een verschil van dag en nacht tussen zien en niet zien. Nou ja, er zijn ook nog andere toepassingen van elektriciteit in het lichaam. Eigenlijk overal waar het lichaam elektrisch is, kan je de interactie daarmee aangaan en kan je dus een aandoening behandelen. Zo bestaan er bijvoorbeeld vestibulaire implantaten. Dat zijn implantaten die het evenwichtsorgaan stimuleren, waardoor het gevoel voor evenwicht kan worden teruggegeven. Dat is vooral belangrijk voor mensen die lijden aan de ziekte van Meniere. Je kan reukimplantaten maken. Daarmee kan je dus kan je de sensatie van geur en smaak waarnemen. En wat je ook kan doen is een ruggenmergimplantaat maken. Dat wordt vandaag de dag al heel erg veel toegepast om pijn te onderdrukken. Er zijn ontzettend veel mensen die hebben last van chronische pijn. En een rugmergimplantaat kan die pijnprikkels onderdrukken, waardoor mensen weer gewoon een normaal leven kunnen leiden. En in de toekomst verwachten we eigenlijk dat we dus zelfs mensen die gedeeltelijk of geheel verlamd zijn geraakt, dat die hierdoor in staat worden gesteld om weer te gaan lopen. Dus ja, wat moet er dan eigenlijk nog gebeuren? Nou ja, er zijn een heleboel dingen die we nog niet weten. Allereerst moeten we heel veel weten over die grote elektrochemische machine hier binnen. Daar waar de zintuigen binnenkomen en daar waar waarnemingen plaatsvinden, de hersenen. De neurowetenschappers, de neurologen, die moeten nog heel veel weten. En misschien samen met technische wetenschappers proefondervindelijk en door systematisch onderzoek te doen, te leren weten hoe de hersenen werken. En de bio-elektronici, zoals ik, die moeten vooral proberen die elektronica veel kleiner te maken. Dit is nog best wel fors, daarvan kan je er niet te veel van in je hoofd hebben. Dus de micro-elektronica moet streven naar kleinere afmetingen, groter aantal elektroden. Het moet energiezuiniger worden. Je wil niet bijvoorbeeld na een paar weken weer geopereerd worden omdat je batterij leeg is. Dus dat is een van de uitdagingen voor de elektronici. Het implantaat moet flexibel zijn. Mensen zijn flexibel. Elektronica is traditioneel gezien is het vaak rechthoekig en stijf. En wat heel belangrijk is, de elektronica moet intelligent zijn. De elektronica moet zich aanpassen aan de therapeutische behoeften van de patiënt. Niet op ieder moment moet hij op dezelfde manier gestimuleerd worden. Bijvoorbeeld als je slaapt, waarschijnlijk wil je op dat moment niet allerlei flikkeringen zien. Nee, dan wil je gewoon niets zien. Nou, voor cochleaire implantaten, als we al die technische ontwikkelingen doen, dan hoop ik dus dat we inderdaad beter in staat zullen zijn om ook tonale talen zoals Thai en Chinees te kunnen aanbieden aan mensen die die talen spreken. Maar vooral ook muziek leren waarderen, fijn vinden.
En ten aanzien van retinale implantaten zou het natuurlijk fantastisch zijn als iemand met een retinaal implantaat van die kan genieten van een Van Gogh of van een Rembrandt of misschien simpelweg van een eenvoudig uitzicht over de Amstel hierachter bij de Universiteit van Nederland. Wil je meer weten over het thema zintuigen? Kijk dan ook een van de andere colleges.